Uitstappen, handen omhoog. Shots fired and officer. What the fuck? Ik schrijf me kapot, joh. Wat in de godsnaam. What the fuck, jij? Dit is een hele terroristische zak. Foppen hier. Mes laten vallen. Ja, ik kan zo uren doorgaan, vriend. Stoppen. Want dat is... Nou, jullie horen, het vliegtuig wordt gekaapt. Of is al gekaapt. Alle mensen, leuk dat we kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, Ellis Pruval en morgen. Vandaag ga ik weer op pad met het AT. Ja, deze hier eigenlijk. Ja, vandaag met iets anders dan normaal. Jullie hadden al gezien in de titel natuurlijk. We hebben een Glock, zoals altijd. Mijn collega heeft ook een Glock. Ik heb een MP5, niet meer een SMG, maar nu echt een MP5. Rustig aan. En we hebben dit, een oranje shotgun, half oranje. Dan zul je denken van waarom dan. Maar we gaan het even demonstreren bij deze meneer. Dit is een beanbag. Kijk eens, dat doet pijn. Maar hij staat wel weer op. En nog een keer. Kijk eens, doet pijn, maar hij staat wel weer op. Nog een keer, kijk eens, doet pijn. Staat wel weer op. Stel nou, hij heeft een mes. Kijk, ik pak nu een mes. Ik denk van kut. En dan ondertussen kan ik ook meteen aanhouden. En op het moment dat hij opstaat. Waarom heb je dat ding? Je moest een klok hebben. Maar goed, kijk, en dan heb je hem. Dus dat is best handig. We hebben ook nog het schild. We hebben nog de klok. Ja, de rest heb ik al verteld. Sticky bombs, teargas en voor ja, brandblussen mocht het nodig zijn. In ieder geval de meldingen staan aan. Kom vriend instappen. Hij denkt van ik stap niet meer met jou in. We arresteren hem even, laten we hem hier staan. Zo, hey, we gaan het zien wat we vandaag allemaal gaan treffen. Stap nou in, je moest... Wat heb je toch allemaal ingesteld? Ik ga hem tot zover schrijven hoor. Zo. Ja, de meldingen, het is niet helemaal precies... deze meldingen, we zullen ook een paar meldingen pakken die normaal gewoon de noodhulp oplost, maar ja, we gaan er wat van maken. Trouwens natuurlijk een dikke shout-out naar Officer Kiflom, mijn kleine grote vriend, die deze beanbag mod voor mij heeft gemaakt. En de eigenaar, de maker van deze Audi A6, dat weet ik even zo snel niet, dus dat komt nu in beeld. Ook shout-out daarna, want ja, dat is een gave Audi. We zetten de melding even aan van het hele gebied. Dan kunnen we horen of er meldingen zijn waarvan wij waar wij denken dat wij nodig zijn. Dus wat prostitutie aan de gang. Een gezocht persoon. Die gaan we gewoon klem rijden. Is een gevaarlijk persoon. Hij rijdt al. Oké. Gezocht persoon gaan we klem rijden. Aanhouden. En ja. Dat is. Het is het voorste voertuig. Uitstappen, handen omhoog. Zij schoot gelost, verdachte trokken vuurwapen. Wapenveilig stellen. Kom jij doen, vriend? Dame, vriendin. Iedereen hier. Stoppen nu. Hey, wat ga jij nou allemaal doen, joh? Dat wordt je gewoon aangehouden, hoor. Ze maakt een heel nerveuze indruk naar mij. En dat vind ik niet fijn. Als AT dan.
vind niet erg wat dat spel allemaal doet. Hoi. Nou, de eerste verdachte hebben we aangehouden. Dat kon misschien ook wel met een beanbag. Maar ja, we hebben nu even het vuurwapen ingetrokken. Ik wist niet wat voor een persoon we aantroffen. En dat is maar goed. Ik word helemaal gek van jou. Stap nou eens in en blijf nou eens zitten. Ik moet gewoon look to all and assign to player. Of look at player and assign to all. Nou, de reden van doodgaan is een vuurwapen. Jongens, dat hebben jullie heel goed gezien. We gaan nog eens kijken wat er verder allemaal te doen is. Weer dezelfde melding. Geet u alstublieft Prio 2. Kunnen we iets betekenen bij een... ja, een... Er is een geplande actie tegen drugsdealers is al gepland en wij worden gevraagd om daar als AT iets bij te komen doen. Links en rechts is vrij. Mijn keuze is om hier omhoog te gaan. Het goede zijn de collega's in de buurt die ook... standby staan mocht het nodig zijn. Ik zie hier al iemand staan. Het zal niet meer op straat gebeuren. Wat dan? Wat is? Shots fired at an officer. What the fuck? Ik schrijf me kapot joh. Wat in de godsnaam. Schiet geloof ik elkaar af. Mevrouw weg. Dat is geen... Laat de wapens vallen. Laat de wapens... Laat vallen, ja. Allemaal. C, groot. Worden geraakt. Grote schietpartij. Komt er nog een zo meteen. Doe ik hier om. Het voordeel is dat zijn shotgun heeft, dat raakt mij niet vanaf die afstand. What the fuck? Dat raakt. Oké. Ja, dat. En we zijn weer terug en we gaan meteen naar terroristische activiteiten die zijn gemeld midden op straat. Nou ja, dit snel interventieteam dan naartoe. En ik ben alles in één van het DSI. Dus ja, ik ga er ook naartoe. Ik weet gewoon niet wat ik daar kan aantreffen. Ik heb ze gevoeld dat we doodgaan. Maar, gaan we niet doen hè. Mijn collega zit achterin trouwens. Die dacht ik ga gewoon daar zitten. Moet hij dat vooral doen? Die rijden wel altijd oprecht als gekken. Die, dat scheelde echt heel weinig. Die gasten van de DSI. Oh, daar stond iets. Maar niet uit. We gaan even slimmer aanpakken. Hier al observeren. What in the fucking hell. Sorry dat ik het zeg. Dat zijn er gewoon 500 hè. Ah, er komt er al eentje op me af. Nou, dat komt met z'n allen op me af. Stoppen. Allemaal. Hey, luisteren. Oké, dat is echt een heel groot vuurwapen. Stoppen. Laten vallen. What the fuck jee, dit is een hele terroristische zak. Volgen we hier. Laat, dat scheelt voor je. Oké, we gaan over op MP5. Collega's mogelijk neer. Weg. Verstop je. Oké, dit gaat helemaal fout jongens. We zijn flink geraakt. We gaan extra AT erbij moeten hebben.
Er zijn er enkele verdachten, die gaan we benaderen. Er is er nog eentje, waarschijnlijk er bovenop. Oké, overige AT-leden zijn ter plaatse. Meerdere collega's gewond. Iedereen die niet zwaar bewapend is, weg hier. Oké, verdachte schiet. Eerst contact met de verdachte. Verdachte uitschakeld. Oké, nu met spoed deze ambulance ter plaatse laten komen. Niet meer schieten jongens. Gebied is veilig gesteld. Schild droppen. Ja, dat heb ik in de vorige AT-video gezegd, dat schild. Dat ga ik gewoon continu laten droppen. Ja. Dat. Wat zei ik ook alweer? Dat schild gewoon continu laat droppen in verband met... Ja, dat het een beetje crashgevoelig is. Jongens, het gebied is veilig gesteld, heb ik al verteld. Wij twee zijn ongedeerd. Ik vind het knap dat hij nog leeft, want hij bleef hier gewoon staan en ik ging daar nog... Ja, oké. Maar ik denk ook... Ja. Maar vooral echt alleen maar in die arm geraakt. En wat het is in die arm, dat is de enige plek waar je niet wordt gedekt met je schild. Want in mijn benen lijkt het niet alsof ik ben geraakt. Dus ik denk echt dat ze die arm hebben moeten hebben. En dat scheelde niet veel of het was mijn hoofd geweest. Oké, jongens. Allemaal puikwerk. En in ieder geval even naar de ambulance kan ik ook weer worden opgelapt. De ambu moet zo natuurlijk even, ja daar is even wat dichterbij gezet. Maar ik weet niet of dit goed gaat, want er liggen echt heel veel collega's. Gelukkig zijn die verdachten al weg. Maar goed, hun gaan het zien. Ik vraag me af wat er gaat gebeuren als hun nou... Ja, geef mij maar eerst, dan kan ik weg eigenlijk. Ja, dat dacht ik wel. Thanks amigo. Ja, dat snap ik. Ik vraag me af wat er gaat gebeuren als hun nou al die agenten tot leven krijgen. Ai. Moet ik mijn collega gaan helpen van de ambu? Dat lijkt me wel handig. Oké. Eentje is al dood. Ik ga geen lijkschouwer vragen, want dat was net de reden tot mijn game crashte toen er meerdere doden lagen. Of lijkschouwer, begrafenis ontnemer. Je snapt me. We waren er niet weg of we kregen alle melding. Persoon met een mes. Daar heb je een beanbag voor. Ik ga draaien. Ook hier pleuren we nog meer. Pleuren weer de parkeerplaats op, want ik denk dat die daar ook loopt. Nou, doen we goede afstand. Suspect is male. Dat is een man. Aan de overkant loopt hij. Stoppen! Hey! Stoppen! Ik heb een beanbag. Ik ga hem gebruiken. Stoppen nu. Handen omhoog. Hey! Mes laten vallen! Collega aan de kant. Mes laten vallen. Ja, ik kan zo uren doorgaan, vriend. Hij gaat toch niet dood. Laten vallen. Ja. En hij heeft een vuurwapen. Laat los. Laat los. Vuurlijnen. C, eenmaal aanhouding, we gaan hem vervoeren. Kunt u weg? Er zijn geen eenheden meer nodig. En
stappen. Collega, we gaan hem vervoeren naar het dichtstbijzijnde cellencomplex. Gewoon met blauw aan. Waarom? Omdat het kan. En ik weet niet of AT of DSI officieel met blauw hun verdachtes vervoert. Ik geloof wel dat ze dat enigszins, als ze iemand hebben aangehouden, is het echt meteen inladen en wegwezen. Maar of het nou met blauw gaat, dat weet ik niet. Dus laat het even in de reacties weten. Sorry. Ik was iets aan het proberen te drinken. Terwijl er niet in toegekomen. Mooie Volvo XC60. Sorry. Dan dragen we hem over. En dan crash hij. Een bericht voor alle wagen. Wie wat dan waar? Oké. Okay. Er is een kidnapping, heeft plaatsgevonden. En ze te zien. Gaat hij hier tegen het verkeer aan de snelweg op? Dan gaan wij daar natuurlijk achteraan. Hij gaat hier links. Ah, daar. Stoppen! Want dat is... Collega, holy shit, bedankt. Ik had de beanbag, omdat ik dacht... toen ik misschien zo met de beanbag uit zijn voertuig kon schieten. Kijk eens joh. Lekker pik. Hey, dikke high five voor jou. Hoi. We've got a traffic alert in the oh, het is al code 3. Nee, ik dacht hij bleef zitten, voertuig klem gezet, soort van beanbagje zo op het raam. Stapt hij uit, want hij denkt ik word beschoten. En ja. Hebben we nou een melding aangenomen? Ja, ja, ik heb, dat wil ik. Oh, ik wil met hem praten via Griekse ei, want dat moet normaal gesproken nog. En nu is raam kapot, yo. Melding afgerond. Ja, dus dat. Noodhulp eenheden komen hier naartoe, die regelen alles verder. Ik heb er even geen zin in. Ik wil gewoon even lekker doorgaan met meldingen. We gaan eens kijken, X, wat hier in het gebied te doen is. En daar is denk ik wel de DSI voor nodig. We gaan even snel naar links. Verdacht voertuig rijdt hier nog in de buurt. We hebben nog in de buurt. Een gevecht. Niks voor DSI. Nou, winkeldiefstal. Op dit moment even niks aan de hand. Dan gaan we eens geduldig afwachten. Rijdt alsjeblieft prio 1. Nou, jullie horen het vliegtuig wordt gekaapt. Of is al gekaapt. En daar gaat normaal dan de BSB waarschijnlijk onder andere heen. Wij zijn ter assistentie van de BSB. Dus ik vraag me niet wat BSB verstaat. Ik moet even nadenken, maar ik weet het oprecht niet. Dat is in ieder geval het soort AT van de Camar, van de Marge C als ik het goed zeg. Het valt ook onder de DSI. Dan heb je de politie en de legerkant, begreep ik. Ooit eens van iemand. En daar bij de politiekant valt dan het arrestatieteam. En bij de legerkant de BSB. Geloof ik. Oké, okay. Alweer ging de kamerdeur open. Even kijken, we waren dus onderweg. Ja, BSB, DSI, AT verhaal. Allemaal maar een beetje moeilijk te begrijpen. Nu krijg je natuurlijk allemaal reacties. Het is helemaal niet moeilijk. En dan gebeurt er nu iets. Oh, hij hing bij jullie natuurlijk ook vast, hè? Hier staat een taxi. Ja, binnenbocht. Daar staat hij al. Er zit ook iemand bij, geloof ik. En dat zijn de wielen. Er stapt iemand uit, stapt iemand uit.
hij gaat vliegen jongens. Uitstappen, handen omhoog. Switchen op vuurwapen. Schild erbij en benaderen. Vliegtuig veiligstellen ook. Niemand op en rondom het vliegtuig, niemand erin. Oké, OC. De Daisy in het algemeen maar even. Eén verdachte neergeschoten bij het vliegtuig, dreigde te vertrekken. Vliegtuig gebeanbagd, ideaal, hij stapt uit. Want hij schrok waarschijnlijk. Hij wou schieten, wij over op vuurwapen, dodelijk vuur gebruikt. Ja. Mensen, ik hoop dat jullie een leuke video vonden en ik zie jullie graag over 2 dagen bij een nieuwe video. En dat gaat LCPD voor dag nummer 2 zijn met de Volvo V70, kan ik jou nu al vertellen. Weer een beetje citybug gebeuren, maar goed, dat mag de pret niet bederven. Ik zie jullie bij die video en zijn er vragen, laat het altijd even weten in de reacties. Laat ook de blauwe duimpje achter en dan zeg ik doei!